We zijn erachter gekomen dat er veel wijnen uit de nieuwe wereld heel mooi zijn, maar de Bourgogne blijft toch de bakermat van Charles. Nou, we beginnen met onze Bourgogne-box. Nou. We hebben hem hier voor ons staan en we willen hem eigenlijk misschien wel samen met jullie heerlijk gaan proeven. Rosmaatjes wordt wel gezien als een wat van de modernere stijlen Bourgogne. Bourgogne is natuurlijk echt in het klassieke verre verleden te omschrijven als rijp, dik, veel eikenhout. En nog steeds gebruikt. Denken veel mensen dat? Absoluut. Dat is wel een beeld wat Chardonnay heeft geschept, heeft gecreëerd in de Bourgogne. Ja. Zeker waar. Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat de wijn iets vuurzins heeft. Maar goed, het is het kalk, het is de mineraliteit wat daarom altijd in de geur heel mooi naar boven kan komen. Ook in de mond, zeker omdat dit net open is. Schone zuur, heel mooi fris. Hij lijkt een beetje wat grassig, maar het werkt wel enorm veel speeksel. De hele klasse van nou, leuk dat je dat zegt, dat grassig, hè? Het is ook een beetje grassig. Ja, absoluut. Dus ja, dit zijn hem. Is wel echt de wijn om mee te beginnen. En pak een mooi groot glas. Absoluut. Dus het zijn wijnen die zijn wel klaar. Maar ook in het glas, over die wel slechts de lucht. Zeker als je hem net openmaakt en je wilt hem direct drinken. Ja. Als je echt de tijd hebt, pak dan hier van die karaf naar. Dus goed zijn, dat is de eerste van de box. Conclusie, goed glas. Mooi glas. Heel schoon. Dus die blijft wel. Blijft wel even direct aan, maar toch even die frisheid en die finesse wat we nodig hebben. Nou, dan gaan we verder met de volgende wijn. De volgende wijn is een Mercurey. Heerlijk. Ik pak de fles zo, daar komt hij. Ik pak de fles zo. Ja, daar komt hij. Ja. Domaine Favelet is voor veel mensen de laatste jaren heel erg veranderd. Waar vroeger echt werd gezien als een domein dat massaproductie had. Het zat nog steeds aan jullie heel Bourgogne. Maar ze hebben zich aangepast. Ze hebben hun filosofie beter te veranderen. Maar zij weten wel iets te doen. Ze weten van kwantiteit, kwaliteit. Dat is zonder enig twijfel hun sterkheid. Absoluut. Mercury zit iets zuidelijker in de Bourgogne. Dus we gaan eventjes weg uit de bekende. Precies. We gaan naar Mercury Clos de la Rochette. Dat is een monopool. Het is altijd iets speciaals. Het is altijd ook, wat we net al zeiden, het mythische van de Bourgogne. Is dat al die wijngraden zo opverdeeld liggen dat maar sommige wijn maken. Een heel klein stukje. Wat een mooie toester. Wat een geur van mooi dat hout. Mooi, hè? Oh. Heel ruig uit. Dit is toch wel mooi. Dit is wel echt klassiek. Dit is echt alsof je een vuurtje maakt en je ruikt echt die eerste room. Als je nu van, dus ja, met je inderdaad die eerste room, alsof je daar ook nog een handje aan mandeltjes hebt. Ja, dat moet je zo'n beetje echt zo lekker te knetteren. Ja, heerlijk. Blijf. Weet je, we gaan hem niet proeven, we blijven aan deze komen. Precies. Dat is ook wel iets wat vaak kenmerkend is, ongeacht die rijke geur. Blijf toch achterdoor even dat zuurtje naar boven komen. Ah, ja. Dat is ook een kenmerk. Deze wijn is ook niet meteen in de karaf. Nee, maar gewoon lekker in het glas. Nee. Ja, je opneemt lekker je grote glas. Walsen, laat het precies even walsen inderdaad. Ja, dit is 100% kan. En ze geldt waard. Als fantastisch glas. Ja. Zullen wij... Ja, we gaan verder. Ja, we hebben de bijzondere man uit de Bourgogne. Ja, echt aan. Remy Jobard. En goed, het is vandaag de dag natuurlijk altijd zo belangrijk. Hè? Biologisch, biodynamie. We zien toch dat het stukje is waar we in anno 2021 echt alles voor doen. Ja. Alles voor doen. Of het nou met wijnmaken te maken heeft of dat we het over eten hebben. In het restaurant proeven we ook vaak uit de tassen wijn. Iets wat heel typisch is, in Bourgogne ook. Dus eigenlijk hebben ze een klein koperen kelkje hebben ze omhangen en daar worden alle wijnen vanaf. Geproefd met een goede slurp om lekker wat zuurstof erbij te nemen. Kijk, Remy Jobard is een man die echt voor de puurheid gaat, voor de natuur. Hetgene wat wij hier ook bij Brut willen doen is terug naar de oer gaan. Terug naar wat is juist die groente, wat is juist de fruit. En dat doet hij hetzelfde. Nou, hij ruikt hier al gelijk rijp fruit. Laat geprukte druiven komen hier in geur ook naar voren. Dit is niet een wijn waarin de houten is. Het is bijna niet een kelgeachtig. Het heeft wel iets sneeuws. Maar de mond ook, ik heb hem dus net al geproefd en dan zie je dat hij wel, hij is mooi fris, mooi slank, heel elegant. Maar dit heeft een complexiteit, een kracht, dat is ja, ongekend. Ik vind dat zo mooi.
Het is een subtiele drank. Het is geen overdadige, zware wijn, maar hij heeft zo het is wel dat mooie, dat messige wat je juist vaak van dat boerse stijl nog zo houdt. Ik vind het zo puur fruit dat het wel lijkt alsof hij het zat in even en hier uitje. Absoluut, absoluut. En dan eigenlijk met het eikenhout even met zo'n vuurtje dat je dat kleine vinkje erin krijgt. Yo, that's it, that's it. Nou, dat waren de drie wijnen van onze box. Wij gaan er nu denk ik samen even lekker van. Enjoy. Dit waren onze wijnen. We hopen dat jullie een klein beetje nieuwsgierig zijn geworden door hetgeen dat we verteld hebben en geproefd hebben. Als dat zo is, klik je op de link. En misschien dat we ze lekker samen thuis kunnen drinken. Tot ziens. Burgundy, hoezee! Hai, hai!